Hoi iedereen, welkom op mijn kanaal Epic Gaming. Vandaag spelen we Planet Coaster en gaan we deze coaster hier previewen. Die ziet er al sinds vies gaaf uit. Je kunt die in de Steam Workshop in My Blueprints hier in de Steam Workshop. Hier kunt je die vinden. Je moet gewoon abonneren op deze coaster en dan doen het automatisch. Oké, we gaan deze previewen, die noemt Dragon Water Air and Fire. En het ziet er al eens heel nice uit met al die bomen, scenery, bootjes. Vies nice, we zullen het zien. We gaan eerst eens een dash proberen. Zo. Hold up, check die afwerking. Vies nice. Hup. Zo. En we gaan testen natuurlijk. Zo. Start test. En dat was hij. Oh my god, ja. Stevig man. Doe met die draadje. Nu dan zo een draadje. Ho ho ho. Hij wil mooi zo'n bootje opkijken. En ik zie dat ook. Oh nice. Oh nee, fuck it dan. Oh. Oh nee. Wie is mijn vader? Een draagje, een draagje, een draagje, een draagje. Snap dat ook? Oh, this nice. Hey. Oh. Een nachtje hier is echt veel cooler als met andere lichten. Zoals een nacht zetten ze. Zo. Nee. Voilà. Oh my god. Veel licht helemaal. Als je test. Eindelijk stop test. Het ziet er al sinds veel cooler uit. Al die licht, allemaal. Een minuut lang hier aan de hand. Wel tegen, guys. Hé, raar, ik heb het nog een door, gewoon mijn kop. Oh my god. Hey, daar is het bij. Oh. Oh, nu snap ik niet in het hoor. Zo'n soort hutje ingaat, als er ingaan, dan moet je nog een steen. Goed, bedankt, dat was een. Ja. Best cool, hè. Als je zo van buiten gaat kijken. Oh nee, waarom heb ik het niet? Natuurlijk, als paardjes niet. Kijk. Is dat een draakje eigenlijk, jongen? Dat is wel een vuurspoel. Oh, oh, ja. Wat dan? Ik heb eruit. Oh, tering noise. Ah, zag ik al. Ja, eigenlijk. Welke coaster willen jullie dat ik volgende keer ga previewen?
Deze Tesla launched Wing Coaster. Velociraptor. Misschien kunt je zelf op de Steam Workshop gaan kijken en zet het in de reacties, zal ik zeggen. Dus ja, tot de volgende video dan weer. Bye!